Hi Stom. Hi Gwyn. En dit is Gadget Dudes Daily. Tom. Gwyn. In een van onze eerste afleveringen van de Gadget Dudes vertelde ik dat de USB-snoer drie aansluitingen heeft. Hè? Je doet hem erin, dan past hij niet. Dan draai je hem om, dan past hij niet. En dan de derde keer, dan past hij. Ja. Het is altijd wonderlijk, maar het is altijd zo. Nou heb ik naast mijn bed liggen heb ik een Nexus 7 tablet. Mm-hmm. En dan kijk ik s'avonds altijd even de krant op en dat soort dingen. Mm-hmm. En daar zit een micro USB aansluiting op. Nou, dat is helemaal een drama, want die krijg ik, dan weet ik dat ik goed zit, maar dan krijg ik hem er nog niet in. Dus daar word ik echt een beetje moe van. Het is goed dat je dan in bed ligt. Dat is goed, ja, want dan kan ik gelijk uitrusten van dat snoertje. Dus dan moet ik bijna het licht aan doen om op te laden. Dus, mm-hmm. Daar was ik een beetje klaar mee, maar er is een eind gekomen aan al die ellende. Vertel. Er is iets nieuws, de Always Write Cord. Oh. Aan de ene kant USB en aan de andere kant die nieuwe kabel voor de iPhone smartphones. En voor een micro USB voor Android apparaten. Hoe je hem draait, hij past altijd. Aan de USB kant en aan de kant waar je hem in je apparaat steekt. Kijk. Echt geweldig, de Always Write Cord. Ja, ik snap niet dat het zo lang heeft geduurd. Maar in allerlei kleurtjes. Het is een Kickstarter project. Die meneer die had $5,000 nodig om ermee te beginnen. $31,000 tot nu toe opgehaald. Okay. En wil je ook zo'n snoertje, kan je in allerlei kleurtjes bestellen. En hij kost maar dadelijk in de winkel. Nu bij Kickstarter kan je wat goedkoper krijgen, maar hij gaat in de winkel uiteindelijk $15 kosten. Ja, dus goed. Zeg maar ook €15. Dus dat is zeer schappelijk en dat haalt een heleboel ellende weg. Ja. Dus hopen 3 jaar van je leven. Drie jaar van je leven, ja. Dus ik vind het een geweldige oplossing. Super goed. Dit was het weer van deze Gadget Dudes Daily, maar we laten hier natuurlijk niet zonder gedachten zeggen. Hij is Tom. Hij is Gwyn. En wij zijn de Gadget Dudes. Tot morgen. Als je iets met gadgets doet, kijk dan naar de Gadget Dudes. Laat de gadget nieuws, zie je bij de gadget.